Als je morgen één ding in Nederland zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn? Ik weet niet waar ik moet beginnen. Eén ding. Nou, wat ik echt heel erg vind en wat impact heeft op de hele maatschappij, is dat je medische dossier niet meer standaard privé blijft. En dat vind ik zo erg en zo makkelijk op te lossen, dat is het eerste wat ik zeg. Wat zijn de belangrijkste lessen die wij kunnen leren van hoe ze in IJsland de crisis te lijf zijn gegaan? We hebben radicale transparantie nodig en op het moment dat bankiers echt criminele dingen uithalen, moet je gewoon heel lang wachten. Wat is jouw standpunt ten opzichte van de thuiszorg en de wijkverpleging? Dit is namelijk de afgelopen jaren steeds minder geworden. Ja, de bezuinigingen in de zorg hebben een hele diepe impact op de maatschappij. De mensen die de zorg nodig hebben, die krijgen het niet of niet op tijd. En ik vind in een maatschappij met een welvaart zoals wij hebben, is dat gewoon schandalig. Dus je moet gewoon meer geld heen. Bart vraagt, heb je haar bruin geverfd toen je lijsttrekker werd van de Piratenpartij? Ja, dat klopt. Waarom? Nou, omdat ik echt heel veel modellenwerk heb gedaan met blond haar. En dat het voor mezelf en voor anderen wel fijn is om een duidelijke scheidingslijn te hebben tussen Ancilla het model en Ancilla die hele andere dingen aan het doen is, zoals ik nu aan het doen ben. Ja, dus je hebt er wel over nagedacht. Zeker. Nou Bart, ze heeft je vraag beantwoord. Bedankt.